Vuurwerk komt vaak op een negatieve manier in het nieuws met berichten over illegale opslag en ongevallen bij het afsteken. Een vuurwerkhandelaar uit Baarle-Hertog wilde daar wat aan doen en organiseerde daarom gisteren een wedstrijd met consumentenvuurwerk. Dat soort wedstrijden is heel bekend in Engeland en in de Verenigde Staten, maar hier bestonden tot nu toe alleen maar wedstrijden voor professionals. Het werd een waar spektakel gisteravond. Opbouw, hoogte, kleuren en de originaliteit van de act. Daarop geeft de jury punten bij deze vuurwerkwedstrijd. De deelnemende teams mochten voor €350 vuurwerk kopen. En het is de bedoeling daar zo spectaculair mogelijk mee uit te pakken. Wij proberen natuurlijk een begin. Moet je het publiek de aandacht zien te trekken. Dus er komen een paar klappers. En we gaan met vuurwerk de hoogte in. Een paar mooie pijlen de lucht in. En wat kleurcombinaties hebben we uitgezocht. Dan krijg je een middenstuk. Proberen wij een iets rustiger, mooier geheel te krijgen met een bepaalde waterval systeem. En dan krijg je een slotstuk. Ja, er zullen ook wel wat klappers zijn. En weer de lucht in, hè, met het vuurwerk. Zena Vuurwerk uit Baarle-Hertog organiseert de wedstrijd. De winkel wil laten zien wat er allemaal mogelijk is met legaal vuurwerk. We proberen natuurlijk te laten zien dat je met consumentenvuurwerk een hele mooie show kan maken. Er komen bij ons elke dag mensen die willen eigenlijk alleen maar illegaal vuurwerk. Maar je hoeft helemaal geen illegaal vuurwerk te kopen. Want je kunt als consument een fantastisch vuurwerk kopen. Als je dat een beetje leuk combineert, dan kun je een hele mooie show maken. Vuurwerk blijft toch een typisch Nederlands iets. 10 teams doen aan deze wedstrijd mee. 9 ervan komen uit Nederland. Er is dan ook grote concurrentie met de enige Belgische ploeg die uit Baarle-Hertog komt. Kijk, hun komen Baarle-Nassau, wij zijn team Baarle-Hertog van Dosco. Ja, Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, dat is eigenlijk hetzelfde een beetje. Hè? Maar we kennen elkaar goed. We zien elkaar altijd in de kroeg en we komen elkaar overal tegen. Dat is een beetje concurrentiestrijd. En er zijn al wat weddenschappen gesloten natuurlijk. En maar hun winnen dan niet, hè. Want wij spelen een thuiswedstrijd natuurlijk. Maar wat denkt u dat jullie sterkte is? Toch Nederlands. Blijf ik zeggen, Nederlands team was vandaag sterker. Moeten wij vanavond ook kunnen winnen. De Willemijntjes, een Nederlandse ploeg, heeft uiteindelijk de Zena Trophy gewonnen. Ze kregen, wat dacht u, vuurwerk om af te steken op 31 december.